Samen met haar zwager Arild en baby was Bertine bij de Invictus Games om haar vrouw en deelnemster Fenna Geugjes te steunen. Prins Harry is bedenker en beschermheer van het sportevenement. Gisteren waren zij bij de openingsceremonie. Rolstoelbasketbalster Fenna was een van de atleten die samen met haar familie de Royals mocht ontmoeten. Zenuwachtig voor de ontmoeting was Bertine niet. Ik was vooral bezig met Liva. We waren er al een paar uur voor we Harry en Meghan gingen ontmoeten, dus ik was druk met haar nog even eten geven, dat soort dingen. Dat zowel Bertine als baby Liva en de broer van Geugjes aanwezig waren, is typerend voor de Invictus Games. Het idee is echt dat je het samen beleeft met vrienden en familie. Je bent allemaal door een moeilijke tijd gegaan en bij dit evenement kan iedereen samenkomen en ervaringen delen. Dat is waar de Invictus Games om draaien. Uiteindelijk is rond 4:30 het moment daar dat Harry en Meghan aankomen. Achter gesloten deuren heeft de familie van Geugjes een kort onderonsje. We hebben kort kennis gemaakt en moesten nog even wachten voor we gezamenlijk naar buiten zouden gaan, zegt Bertine. Op een gegeven moment ben ik vast even naar buiten gelopen, omdat er binnen muziek gerepeteerd werd en er vrij veel lawaai was. Het was intussen al wat afgekoeld en de jas van Bertine zat in een tas waar ze op dat moment niet bij kon. Dat was het moment dat Meghan haar jas aan me gaf. Ik weet niet meer precies wat ze zei, maar het was iets van, hier, voor de baby. Hier zie je het onderonsje tussen Bertine en Meghan Markle. Tijdens het rondje dat de groep vervolgens buiten loopt, wordt er meer gekletst. We hebben even over haar kinderen gepraat en ze vroeg hoe oud Liva was. Ze zei dat het een schatje was en gaf haar aandacht. Op sociale media vroegen veel mensen zich eerder al af wat er met de jas gebeurd was. Het zou volgens de Daily Mail gaan om een jas van ruim €3700 van het merk Max Mara. Bertine gaat ervan uit dat hij weer terug is bij Meghan. Ik heb hem in elk geval niet meer, zegt ze. Ik heb hem uiteindelijk aan iemand anders afgegeven, omdat Harry en Meghan toen al verder waren gelopen.